Denkend aan Zwitserland zie ik brede gletsjers traag door oneindig berglandschap gaan. A dream come true, hè? Dat zou de eerste zin kunnen zijn in een van de vele boeken over het Zwitserse weesmeisje Heidi. Waar mijn Jannie zich als kleine Jans uren in kon verliezen. Kijk nou, wat prachtig hier, hè? De gletsjers en berglandschappen zijn er nog steeds. Gelukkig maar, want ik ben een echte Hollander en verder kom ik bijna nergens. Ik moet het dus hebben van televisie en natuurfilms. Daarom maak ik deze winter samen met mijn wandelende encyclopedie Jannie van der Heijden en haar hondje Naan treinreizen door Zwitserland. Nou Naan, je doet het goed hoor. Het is koning Naan, hè, die aankomt nu. Met z'n drieën ontdekken we hoe mooi en bijzonder dit land eigenlijk is. Gezien vanuit de trein. Ik had boekjes. Heidi en Peter. Heidi en Peter. Ach, der Peter. Und das ist natürlich das Heidi-Haus, Schweiz. Nou, dat is het Heidi-Haus. Heidi-Haus, ja. Nou, zo leuk. Ja, hè? En dan ziet er ook wat jonger uit bij zijn brug van 600 jaar oud, vind je? Kom maar, Jannie. Er blijft er één achter. Welke gek heeft dit bedacht? En misschien kunnen we ons nog wel wagen aan een sleetje. Goeie reis. Stuur een kaartje, hè? Stream Denkend aan Zwitserland op NPO Start.